Het programma C-Cleaner is handig om de PC mee op te schonen. De computer raakt vervuild doordat programma's tijdelijk bestanden opslaan, maar die vervolgens niet verwijderen. C-Cleaner spoort de overbodige bestanden op en haalt ze weg. En zo kun je flink wat schijfruimte winnen. De hoofdonderdelen van C-Cleaner zijn cleaner, register en gereedschap. Via opties kun je onder meer de taal instellen op Nederlands en via upgraden kun je de betaalde versie downloaden, maar die biedt wat ons betreft maar weinig meerwaarde. We gaan naar het onderdeel Cleaner. Daar kun je om te beginnen de standaard onderdelen van Windows opschonen. Het gaat om de programma's die meegeleverd zijn met Windows, zoals de browsers Edge en Internet Explorer, maar ook de Verkenner en Systeembestanden. Ccleaner heeft zelf al een aantal vinkjes gezet en wat ons betreft zijn dat prima keuzes, als je meer onderdelen wilt verwijderen zet je extra vinkjes, bijvoorbeeld als je ook de opgeslagen wachtwoorden wilt verwijderen. Via een klik op het tabblad toepassingen kun je nog meer software opschonen, zoals de browser Chrome. Ook hier staan standaard al een aantal vinkjes die wat ons betreft prima in orde zijn. Klik op analyseren om C-Cleaner aan het werk te zetten en na enige tijd verschijnt een overzicht waaruit blijkt hoeveel schijfruimte je kunt winnen. In ons geval ruim 1 gigabyte, dat is dus best de moeite waard. Klik op schoonmaken om de bestanden daadwerkelijk weg te gooien. Het kan zijn dat C-cleaner vraagt om programma's af te sluiten om dat te kunnen doen. De browser gewoon bijvoorbeeld moet worden afgesloten. C-cleaner kan ook het register opschonen, maar dat raden we niet aan. In het register staat belangrijke informatie over de instellingen van software. En dat kan vervuild raken, bijvoorbeeld met verwijzingen naar programma's die verwijderd zijn. Maar in de praktijk heb je daar weinig last van. En een fout bij het aanpassen van het register kan de PC wel ernstig in de war schoppen. We slaan dit onderdeel dus liever over. Onder gereedschap vind je nog een aantal extraatjes. Zo kun je programma's deinstalleren om schijfruimte te winnen. Via het configuratiescherm van Windows zelf kan dat trouwens net zo goed. Dan het onderdeel opstarten. Om de PC sneller te laten starten kun je de programma's die automatisch opstarten tegelijk met Windows uitschakelen. Het is nuttig om deze lijst af en toe te controleren op overbodige programma's. Via browserplugins krijg je een overzicht van geïnstalleerde uitbreidingen van de browsers. Die kunnen de PC vertragen. Het is dus nuttig om de lijsten te controleren en overbodige uitbreidingen uit te schakelen. Via schijfanalyse kun je achterhalen welk type bestanden er veel schijfruimte in beslag nemen, zoals op deze pc veel muziek. De dubbele bestandenzoeker is nuttig om te kijken of er bestanden twee keer op de schijf staan. Kijk wel uit dat je zo geen systeembestanden verwijdert. Verwijder alleen bestanden die je zelf op de pc hebt gezet, bijvoorbeeld beeld- of muziekbestanden. Via systeemherstel krijg je een overzicht van alle gemaakte systeemherstelpunten. Die zijn nuttig bij PC-problemen, maar ze kunnen veel ruimte in beslag nemen en oude herstelpunten kunnen dan ook verwijderd worden. En dan is er nog de gegevenswisser. Daarmee kun je bestanden of lege ruimte op de harde schijf overschrijven met nullen en ene, zodat verwijderde informatie ook echt weg is en niet meer achterhaald kan worden met speciale herstelsoftware. En tot zover deze korte uitleg over C-Cleaner. Nog veel meer informatie over het onderhoud van PC en het opschonen van de PC vind je op onze site en in de nieuwe digitaalgids.